Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze top 10 videogames uit 2017. Ik ben Vincent, mocht je me nog niet kennen en ken je me al wel. Gelukkig nieuwjaar! Als je dat nog mag zeggen, want 2018 is al een paar weken aan de gang. Nou ja, goed, weet je, we bedenken de regels zelf wel. 2017 was wat mij betreft het beste gamingjaar tot nu toe. En ik hoop dat 2018 minstens zo goed gaat worden. Dat kwam niet alleen door de hoeveelheid aan titels die uitkwamen, maar ook door de kwaliteit ervan. Het was voor mij heel lastig om een dergelijke top 10 te kunnen samenstellen. Helaas is er wel één grote factor die roet in het eten heeft gegooid. En dat was niet de factor 50 zonnebrand die ik amper heb kunnen gebruiken, maar de factor tijd. Ja, dat geldde niet alleen voor mij, dat geldde ook voor Jeroen, Jim en Johan. Tijd, gebrek, dat is nou gewoon de nieuwste rage binnen Gamergeeks. Dat is iets waar we hiervoor niet zoveel last van hebben gehad. Maar ik heb een eigen bedrijf, Jim, Johan, Jeroen, dat hebben gewoon fulltime banen. Dus... Het is niet anders. Hier zul je het mee moeten doen. De hoeveelheid aan video's die zal helaas ook aankomend jaar gaan afnemen. En dat komt omdat Gamergeeks een vrijwilligersproject is. Maar de kwaliteit ervan gaat toenemen. Want dit jaar wil ik een 4K-camera gaan aanschaffen. Onlangs heb ik een stabilizer gekocht voor mijn eigen documentaires. Die ik ook binnen Gamergeeks wil gaan gebruiken. Dus de kwaliteit van gaming event video's die zal alleen maar omhoog gaan. Dus ik kan niet wachten om die apparatuur te gaan gebruiken. Afgelopen jaar heb ik dus vanwege tijdgebrek ook een aantal titels niet kunnen spelen. Wat ik heel jammer vind, en dat zijn onder andere de titels Assassin's Creed Origins. Een franchise die ik na jaren lang links te hebben laten liggen, opnieuw wil gaan proberen. De game Prey, die Jim mij ontzettend aanraadt om te spelen, heb ik helaas niet kunnen proberen. En ook al is er heel veel gezeik geweest omtrent die titel, Star Wars Battlefront 2. Want jongens, het is Star Wars. En ik heb ontzettend veel plezier gehad in Star Wars Battlefront 1. En die titel heeft ook een shitload aan kritiek over zich heen gekregen. Dus Star Wars Battlefront, dat is absoluut een titel die ik... Nou ja, had ik mezelf beloofd om het te gaan spelen. Maar ik probeer dit jaar nog een keer mijn goede voornemens voor dit jaar. Vincent, speel Star Wars Battlefront 2. Nogmaals, 2017, een ontzettend goed jaar. Ik heb zo voor het eerst een PlayStation gekocht in mijn leven. Ook een PlayStation VR, waar ik wekelijks nog gebruik van maak. Ook voor Gamergeeks hebben we de Gamergeeks E3 Live Show mogen organiseren. En de Gamergeeks Barbecue. En ik hoop dat dat facetten kunnen zijn die we aankomend jaar weer mogen organiseren. Nou, dankzij de PlayStation VR zou je het ook niet verbazen dat er ook een aantal PlayStation VR titels in deze top 10 zijn opgenomen. En ik ga beginnen op de 10e plaats met de videogame Everest. Ja, het is misschien een vreemde eend in de bijt. Het zou me niks verbazen als jij nog nooit van deze titel gehoord hebt. Maar ik vond het toch wel leuk om hem eventjes te belichten van wat hield deze game nou in? Is het wel of niet de moeite waard om deze aan te schaffen? En waarom heeft hij überhaupt een plek gekregen in deze top 10? Nou, allereerst, ik ben ontzettend geïnteresseerd in Tibet en ontzettend geïnteresseerd in de Mount Everest in het Himalaya-gebergte. En dat is gekomen door Far Cry 4. Toen ik in die game liep, toen had ik echt het idee van, oh shit, hier wil ik gewoon een keer heen. En sinds Far Cry 4 vraag ik ieder jaar aan mijn vader, zullen we gaan? Maar ook vanwege tijdgebrek heb ik helaas die vakantie die ik heel graag met mijn vader wil gaan doen, steeds moeten uitstellen. Totdat ik deze titel zag, toen dacht ik van, nou weet je, ik ga dit gewoon proberen. De Mount Everest, ik vind het een ontzettend bijzondere berg. Ik heb ook die film gezien, Everest. Nou, dat je echt zoiets hebt van, oh shit. Als je dat zou kunnen, dan ben je echt een badass. Als je de ballen hebt om die berg te beklimmen, dan ben je gewoon, of ben je ontzettend zeker van jezelf. En weet je gewoon, dit kan je. Of je bent gewoon ontzettend stom. Ik weet dat ik die berg niet levend afkom. Als ik die berg ga beklimmen, dan ben ik dood. Waarschijnlijk nog bij het eerste obstakel. Nou, en de makers van deze videogame wilden je eigenlijk een beetje meegeven hoe het is om die berg te beklimmen. Dus je gaat heel historisch accuraat, ga je dus een aantal stappen van die berg ga je beklimmen. Je start bij het basecamp, waar je een of ander ritueel moet gaan uitvoeren. En als dan een raaf op een stenen muurtje eindigt, dan weet je bent gezegend om die berg te gaan beklimmen. Ja, en dan moet je met je PlayStation VR moet je over riggeltjes heen lopen. Je moet met pikhouwelen een berg gaan beklimmen. Op den duur was er een setting waar ik aan een muur hing met een touw. En boven me schreeuwden ze van, nou kom op, je moet komen, kom op. En onder me was iemand die zoiets had van, oh, het gaat me niet lukken. Ik ben te moe. En dan realiseer je hoe heftig dat soort situaties zijn. Je hangt letterlijk aan elkaar. En je leven hangt gewoon aan een zijden draadje. En als die guy onder jou stopt met klimmen, dan heb je dus zijn lichaam
neem je mee op sleeptouw. Ja, dat is, als je daarover nadenkt, hoe hard die tocht is. Dat mensen gewoon onderweg sterven en dat je dan door moet gaan. Nou, deze game lift nog maar een klein beetje de sluier op van hoe heftig dat zou moeten zijn. En daarom vond ik het ontzettend interessant. Wat wel heel erg jammer is en daarom absoluut niet de moeite waard om deze game aan te schaffen, is dat het maar 20 minuten duurde. Het was ook meer een demo dan dat het echt een videogame was. Maar wat wel heel interessant was, dat ben je geïnteresseerd in überhaupt iets van die berg, dan kon je dus ook in een soort god mode, kon je dus allerlei paden bekijken en artikelen lezen. En ze hadden ook een aantal 360 graden video's die geïntegreerd waren in die, ja, in die videogame. Waardoor ik zoiets had van, oké, dit is leuk. Ik sta nu een beetje sta ik in Tibet en ik ben nu in een kerk. En je kijkt om je heen en oh, zo ziet het eruit op die berg. En dat is de reden waarom deze game ook niet hoger komt dan de 10e plaats. Eigenlijk zou het misschien niet eens een plaats moeten krijgen in deze top 10, maar op die manier weet jij er ook nog iets van. Dus ben jij een actiesportliefhebber, hou je van bergbeklimmen of ben je net als mij geïnteresseerd in het beklimmen van de Mount Everest, maar weet je dat je sterft, dan is deze game absoluut de moeite waard om even te proberen. Niet alleen vanwege de 20 minuten aan gameplay, die absoluut geen 20 euro waard is, maar wel vanwege het hele educatieve aspect wat er achter deze game zit. Want je bent letterlijk, als je geïnteresseerd bent, uren kwijt aan het hele educatieve aspect. Op de 9e plaats is bij mij nog een VR-titel geëindigd. VR is op dit moment de hele manier van het ervaren van videogames aan het veranderen. En daarom heeft de game Farpoint bij mij een plek gekregen in deze top 10 vanwege zijn gun. Want als ik dat geweer er niet bij had gekregen, dan had ik waarschijnlijk deze game niet gekocht. Wat ik dan wel weer heel erg jammer vind, is dat ik dit geweer alleen bij deze game kan gebruiken. In Farpoint is het dus de bedoeling dat je op een buitenaardse planeet ziet te overleven en alles wat maar lelijk en enigszins groot is en dat met een rap tempo op jou afkomt, dat je dat zo snel mogelijk aan gort schiet. Je schiet dus eigenlijk met een geweer allerlei aliens naar de kloten en meer dan dat is deze game ook niet. Alleen het grote probleem bij Farpoint is de motion sickness. PlayStation VR heeft gewoon een heel groot nadeel en dat is dat je, als het een beetje verkeerd is afgesteld, dat je er heel snel ziek van wordt. Ik heb daardoor Farpoint ook niet in hele lange etappes achter elkaar kunnen spelen. Voor mij werkt PlayStation VR het beste als ik gewoon statisch in een stoel zit en alleen maar om me heen kan kijken. Maar zodra ik het gevoel heb dat ik met mijn controller naar voren en naar achteren moet, dan word ik gewoon heel snel misselijk. Dan trek ik dat niet. Dus ik heb Farpoint heb ik helaas niet optimaal kunnen meemaken. Maar het feit dat we dus nu beland zijn in een wereld waar dus de integratie nu tussen wat is echt en wat is nep langzaam in elkaar begint over te lopen, dat is wel heel erg angstaanjagend, maar ook wel heel erg interessant. Het is dus nu niet als met Duck Hunt dat je alleen maar op je beeldbuis aan het schieten bent, maar je hebt dus nu gewoon, je kijkt om je heen en je bent 360 graden aan het kijken van, oh shit, daar is er één. Oh, daar is er één. En dat is wel heel erg lekker. Dat is gewoon wel heel erg lekker. Ik had niet verwacht dat ik zoiets gaaf zou vinden. Maar Farpoint is dus niet de eerste PlayStation VR-titel die ik bij het opstarten van mijn PlayStation meteen zou gaan aanzetten. Het is wel, ik heb wel gemerkt dat je motion sickness, dat je dat wel kan trainen. Dus als je het vaak speelt achter elkaar in etappes totdat je ziek wordt. Want het is wel belangrijk dat als je ziek wordt dat je er meteen mee kapt. Maar dat je dat wel veel langer gaat volhouden. Ik denk ook dat het grootste probleem van de motion sickness in Farpoint de rechte beweging is. Je hebt in videogames, kijk, als je in het echte leven aan het lopen bent, dan ben je een beetje aan het hobbelen. In Farpoint is dus die beweging is vloeiend, alsof je dus op een soort rails staat, op een soort skateboard. En dat is niet een natuurlijke beweging. En daardoor registreert je lichaam heel snel van, oké, ik voel niet dat ik aan het lopen ben. Ik heb ook niet het gevoel dat ik beweeg. Dus ik zal ook wel niet aan het lopen zijn. Er gaat hier iets mis. De beste VR-titels werken nogmaals vanuit één perspectief. Als je om je heen kijkt, want dan is de integratie is gewoon één op één. Ze hebben er wel een manier op gevonden om dat probleem een beetje te tackelen. Dat is dus door op een hakkelende manier te lopen. Waardoor je dus het hele motion sickness aspect een beetje probeert te tackelen. Maar daar wordt dus geen gebruik van gemaakt in Farpoint. En wat ik heel erg jammer vind, is dat ik dat geweer niet bij andere titels kan gebruiken. Want er zijn heel veel titels, bijvoorbeeld de VR-titel van Until Dawn, waarbij je dus in een wagentje zit.
waarom kan ik die gun niet gebruiken? Waarom kan ik niet in een Doom ook die gun gebruiken? Nee, deze gun is alleen geschikt voor Farpoint. En dat vind ik heel erg jammer. Ik hoop dat PlayStation daar wel een aantal veranderingen in gaat aanbrengen. Dat als je een geweer hebt, dat je die meteen kan registreren en dat je daar meteen gebruik van kan maken. En dat je die geweer misschien ook los in de winkel kan kopen. Want ik kan me voorstellen dat er nog heel veel andere mensen zijn die zoiets hebben van, nou, Farpoint, dat hoef ik misschien niet, maar die gun, die wil ik wel. En op de 8e plaats in deze top 10 is de Deep Sea Exploration Game Diluvian geëindigd. Een onderwatersprookje waarbij je gebruik maakt van de totale oppervlakte. Het is een open world RPG met het grote verschil dus dat je niet alleen naar voren, naar achter, naar links en naar rechts kan, maar dat je ook kan gebruik maken van de hoogte en de diepte die een videogame heeft. Want je bent onder water en je bestuurt een duikboot. Super interessant, maar wat ik misschien nog wel interessanter vind, dat is de integratie van een 2D-interface in een 3D-interface. Nou, wat gebeurt er? Je vaart dus in een duikbootje. Bent die hele wereld ben je aan het verkennen. Maar van tijd tot tijd kan je dus ook het management in je duikboot gaan aanpassen. En dan gaat die game dus gewoon op een hele vloeiende manier over naar een 2D-zijperspectief. Waarbij je dus allemaal getekende poppetjes ziet. Nou, dat vind ik super tof. Dat maakt deze game bijna een soort kunstproject. En dan met die muziek die aanwezig is in deze game, wordt het gewoon een waar sprookje. Alleen, en dat is gewoon heel vervelend, deze game is gewoon met vlagen heel erg saai. Want je bent eigenlijk allemaal van die errand klusjes aan het doen. Ga daarheen, ga zus heen, ga zo heen. En je hebt wel een map, maar wat gewoon heel vervelend is dat je op die map niet kan zien op wat voor hoogte of diepte een bepaalde stad zich bevindt. Dus soms ben je uren aan het zoeken en dan denk je achteraf van, oh fuck, lag het hier. Waarom heb ik dit niet op internet opgezocht? Dit is gewoon zonde van de tijd die ik nu hier aan kwijt ben geweest. Verder is de game ook met vlagen heel erg eentonig. Je hebt dezelfde vijanden die je aankomen en dan ben je weer aan het looten. En dan zit je schip weer vol met loot en dan moet je weer naar een merchant toe gaan om je loot kwijt te kunnen raken. En dan moet je weer gaan kiezen van welke loot kan ik nu kwijt en welke wil ik straks kwijt. Want misschien heb ik dan wel niet genoeg geld straks om een of andere grotere onderzeeboot te kopen. En de interface, ook al is die super tof gedaan, op den duur ben je eraan gewend. En dan herken je van, oh, daar is dat getekende poppetje die ik net ook al heb gezien. Oh, daar, die heb ik ook al eerder gezien. Ja, en dan gaat de herhaling gaat een rol spelen en dan ben je er gewoon klaar mee. Op de 7e plaats is een totaal ander soort type game terechtgekomen. En dat is de party game That's You. Echt, die was gratis te downloaden. Volgens mij is die nog steeds gratis te downloaden als je een PlayStation Plus hebt. Wat een heerlijk spel. Wat een heerlijk spel om samen met je vrienden op de bank te kunnen spelen en elkaar dan gewoon helemaal lekker gek te maken. Het spel haalt het ergste in je naar boven op een positieve, partyachtige manier. Het is ook een enorm leuke ijsbreker als je bij elkaar terecht bent gekomen en je zit allemaal met elkaar in een kringetje en je hebt eigenlijk helemaal niks te zeggen. Nou, dan komt in één keer de alcohol voor sommigen tevoorschijn. Dan in één keer beginnen ze te atten, dan zet je die game op. En dan is het gewoon de gangmaker van ieder feestje. Wat heel leuk is dat je de game op je mobiele telefoon kan spelen. Je kan het volgens mij met 8 man spelen. En daardoor is de drempel ook heel erg laag. Je hebt niet 8 controllers nodig. Nee, je logt gewoon allemaal in op hetzelfde wifi-netwerk of op de Bluetooth. Je connect met je PlayStation en je kan gaan spelen. Wat eigenlijk het doel achter deze game is dus zoveel mogelijk punten verdienen door zo goed mogelijk te denken vanuit het verband van de groep. Dus je moet niet alleen denken van, wat denk jij dat het goede antwoord is? Maar ook, wat denkt het collectief, wat denkt de groep wat het juiste antwoord is? En hoe meer goede antwoorden je als collectief haalt, hoe meer punten je hebt. Dus eigenlijk verlies je in dit spel als je niet vanuit een groep kan denken. En dat maakt het dus heel erg leuk, want ja, je gaat elkaar een beetje aftroeven. Bijvoorbeeld een vraag als, wie oefent de meeste pick-up lines voor de spiegel? Nou, dan schrijven we allemaal Jeroen, 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 Jeroen. En Jeroen die denkt van, nou, dat is Vincent. Nou, dan hebben we de 4 Jeroen. 4 krijgen de punten. En Jeroen die dan denkt van, nou, ik was dat echt niet. Omdat Jeroen zich misschien wel een beetje beschaamd voelt dat hij degene is die de meeste pick-up lines in de spiegel oefent. Die krijgt dan geen punten. Ik denk dat het ook wel wat vriendschappelijke relaties onder vuur kan leggen op zo'n avond. Maar dat is alleen maar leuk. Dus That's You, ontzettend leuke partygame, ontzettend leuke interface. Het is echt heel vrolijk, hele leuke scènes die voorbij komen. En ik hoop dat daar ook nog een aantal uitbreidingen van gaan komen, want ik wil dit nog op heel veel feestjes gaan spelen. Op de 6e plaats is geëindigd de PlayStation VR-titel Star Trek Bridge Crew. Gewoon
hoe tof is deze game? In Star Trek Bridge Crew bestuur je samen met 3 vrienden of online onbekenden de USS Aegis en communicatie staat in deze game centraal. Sterker nog, ik ben geneigd om te zeggen dat ik dit de beste co-op game all time vind. Waarom? Omdat je heel goed naar elkaar moet luisteren en heel goed onder woorden moet zien te brengen wat je nou precies van een ander nodig hebt. In het spel speel je met een piloot, die moet ervoor zorgen dat hij de crew veilig weet te navigeren door het hele sterrenstelsel. Je hebt een gunner, die moet alle Klingon ships die op jouw pad komen aan gort schieten. Een engineer, die moet ervoor zorgen dat hij op tijd de warp cores aligned zodat de piloot kan wegvluchten. Of dat hij de schilden op tijd omhoog weet te krijgen. En als kapitein heb je een hele grote rode knop tot je beschikking die je kan indrukken wanneer de chaos het grootst is. Want alle alarmbellen gaan af en alle schilden die gaan automatisch omhoog en je warp cores zijn meteen aligned en je kan meteen de aanval ingaan. Verder heb je op je beeldscherm heb je een aantal briefings en missies die je binnenkrijgt en die taken moet je dus weer gaan uitdelen aan jouw onafhankelijke bemanningsleden. Ja, wat ik al zeg, praten in dit spel, praten en luisteren en als je niet luistert, dan ga je eraan. Omdat je allemaal een onderdeel bent van een hele grote keten. En als de keten losbreekt, dan hebben jullie allemaal helemaal niks meer aan elkaar. Dus ik vind het een heerlijk spelletje om dat online te spelen. En ik kan ook niet wachten om dat met heel veel andere mensen te gaan spelen. Want deze game is dus tegenwoordig niet alleen maar in VR, maar kan je dus ook gewoon normaal op de computer of op de PlayStation spelen. Ik vind dat een hele goede toevoeging van Ubisoft. Sommige mensen kunnen zeggen van ja, dat hadden ze nou niet moeten doen, want de hele immersie gaat daardoor weg. Ja, maar de doelgroep is groter, het speelbereik is groter. En nu hoef je niet allemaal per se een PlayStation VR te hebben. Ik moet wel zeggen dat met zo'n VR-headset dat je echt het gevoel hebt dat je in die game aanwezig bent. Met je move controllers ben je dan aan het bewegen en dan heb je in één keer handen, maar dan met lange nagels, omdat je bijvoorbeeld met een vrouw speelt. Want ik denk dat best wel wat mannen met een vrouw spelen in dit spel. En dan kijk je omlaag en dan denk je van, hé, dat is iets wat ik in het hedendaagse leven normaal nooit zie. Echt, dit is ontzettend leuk. Dit is ontzettend leuk. En vergelijk het spel heel vaak met de Android game Space Team. Wil jij nou een beetje ondervinden wat Star Trek Bridge Crew is, maar heb je zoiets van, nou, ik heb daar geen zin in om daar meteen, volgens mij is €20 voor uit te geven. Nou, download dan de gratis Android app Space Team. Je kan het ook op een iPhone spelen. En als je even geen zin in hebt in Dead You op dat feestje, dan speel je met z'n viertjes dit spel. Want ook daarin moet je dus met z'n vieren een ruimteschip gaan bedienen. En allemaal moet je dus gaan schreeuwen wat voor taken je op je beeldscherm hebt. Ik vind het echt gewoon een ontzettend leuk spel. Nogmaals, de beste co-op game wat mij betreft die op dit moment op de markt te verkrijgen is. En ik hoop eigenlijk dat er nog veel meer van dit soort co-op games op de markt gaan komen. Ik vind het zonde. Op de 5e plaats is een game waarvan ik had gehoopt dat hij iets hoger zou komen. Life is Strange Before the Storm. Life is Strange Before the Storm vertelt dit keer het verhaal van Chloe Price. Eigenlijk de grote protagonist uit Life is Strange. Alleen nu zien we hoe zij zo geworden is. Waarom deze game niet hoger staat is allereerst omdat ik hem nog niet heb uitgespeeld. Ik heb de laatste episode nog niet gespeeld. En waardoor komt dat? Niet alleen door tijd. Maar dat ik dan toch merk van ja, weet je, ik ben niet zo hooked als dat ik dat was bij Life is Strange. En dat komt omdat ik me niet helemaal kan identificeren met het hoofdpersonage Chloe. Bij Maxine kon ik dat heel makkelijk. Maxine was een ontzettende braverik. En ik heb alles wat ik maar braaf kon doen met Max, heb ik ook gedaan. En bij Chloe kwam je met keuzes waarin ik in het echte leven ook niet mee in aanraking ben gekomen. Ik hoefde niet te kiezen of ik wel of geen alcohol kon drinken. Ik hoefde niet te kiezen of ik wel of niet een heisje wilde nemen. Ik heb nooit de behoefte gehad om geld van iemand te stelen. Dus ik speel heel erg braaf in deze game. Ik blow niet, ik drink niet en ik steel niet. En dat is mijn probleem. Dat is ook mijn grote fout. Want eigenlijk moet ik het veel meer benaderen van oké, Vincent, je bent nu niet Vincent, maar je bent nu gewoon Chloe. Dus speel het als Chloe. Wat ik wel weer heel erg interessant vind is dat je net als in Life is Strange de wereld bekijkt door de ogen van een jonge vrouw. Waarom ik dat interessant vind is omdat ik dat als man zijnde zo'n wereld niet heb ervaren. Een serie die afgelopen jaar uitkwam, die eigenlijk een beetje hetzelfde probeert te vertellen, dat is de serie 13 Reasons Why. Daarmee kan je deze games ook heel erg vergelijken. Vind jij dat een ontzettend goede serie, dan weet ik zeker dat je deze games ook heel erg goed vindt. Het lijkt alsof het bijna gewoon één op één in elkaar overloopt. Er zijn dezelfde soort problematieken
die daarin aangekaart worden, die gewoon ontzettend goed zijn om daar gewoon een keer vanuit een ander perspectief naar gekeken te hebben. Maar het grote probleem is dat ik me dus niet kan identificeren met dit personage. Dat is ook een beetje het grote gevaar. Ik weet hoe Chloe eindigt. Dus ik speel niet zoals Chloe. Ik probeer haar van het slechte pad af te houden. Terwijl ik weet dat iedere keuze die ik maak eigenlijk gewoon gedoemd is om te falen. Omdat haar lot al bepaald is door de voorganger. Nou, nogmaals, ik heb de laatste episode nog niet gespeeld, dus ik kan er nog niet volledig over oordelen. Maar dat is wel hoe ik tegen Life is Strange Before the Storm kijk. Wel een aanrader, net als Life is Strange. En heb je Life is Strange nog niet gespeeld, begin daarmee. Op de vierde plaats. Ja, en die heb ik afgelopen maand nog eventjes uitgespeeld. Hellblade, Senua's Sacrifice. Dit is ook weer zo'n titel waarbij mensen weer dachten van, weet je, we gaan videogames weer eens anders benaderen. We gaan kijken, wat kunnen we doen met games en hoe kunnen we iemand een ervaring aanbieden die iemand nog nooit heeft ervaren. En in dit geval hebben ze mij geprobeerd om te laten ervaren hoe het is om een psychose te hebben. En ik moet zeggen dat ze dat gelukt is. Ik heb af en toe heb ik het gevoel gehad dat ik die headset even af wilde zetten en dat ik gewoon eventjes tot rust moest komen, omdat het gewoon even net iets te heftig werd. Er waren stukken dat ik in de hel belandde, waarin armen uit de muur kwamen die me probeerden tot zich te trekken. En een soort lava-achtige creatures, waarbij ik echt het gevoel had van holy shit, ik zou dit nooit willen meemaken. Ik zou dit nooit op deze manier willen ervaren. Dat je alleen maar bewondering en respect krijgt, hoe er dus mensen in het dagelijks leven zijn die dat dag in dag uit ervaren. Er wordt ook aangeraden om deze game met een headset te spelen, zodat dus die immersie van die stemmen die continu in je oren aan het tetteren zijn, tot zijn goed recht te laten komen. En het feit dat je naar die stemmen gaat luisteren als ze zeggen, kijk achter je, kijk om, kijk naar rechts, kijk naar links, stop. Zou je het wel gaan doen? Weet je het wel zeker? Het feit dat je ernaar luistert betekent dat je eigenlijk dus ook daadwerkelijk in een soort psychose bent beland. Want je luistert ernaar. Je weet gewoon, ik moet niet luisteren, ik moet doorlopen, ik moet doen alsof ze er niet zijn, maar ze zijn er wel. Ik kan ze moeilijk negeren. Dat is heel erg bijzonder. Ik moet er wel bij zeggen dat als jij gevoelig bent en jij hebt misschien last van een psychose, of je bent hier, speel dit niet. Dat moet ik er echt bij zeggen. Want dit is heel intens. Dit is echt heel erg intens. Deze titel is echt de moeite waard. Dit is echt en je moet het niet spelen vanuit een perspectief van, oh, het is een hack en slasher. Je moet het niet spelen vanuit een perspectief van, het is een goede horror game. Want het is het allebei. Het is misschien niet de meest optimale hack en slasher, maar gewoon hoe je geconsumeerd wordt door die titel en hoe die eigenlijk aan je begint te vreten en dat het eigenlijk gewoon een heel naar spel is, dat is heel erg bijzonder. En dat is de reden waarom deze game terecht op de vierde plaats is geëindigd in deze top 10. Op de derde plaats is bij mij geëindigd What Remains of Edith Finch. Een walking simulator die je de hele geschiedenis van de Finch-familie laat zien. Je speelt in deze game met Edith. En Edith die keert na jarenlang weg te zijn geweest weer terug naar haar ouderlijk huis, waar eigenlijk praktisch haar hele familie is gestorven. In de Finch-familie heerst een vloek, eigenlijk al sinds het begin des tijden, die ervoor zorgt dat ieder lid op een macabere wijze sterft. Dus je ziet opa sterven, je ziet oma sterven, je ziet papa sterven, mama sterven. Je ziet je zusje sterven, je oom, je tante. Iedereen in deze game gaat dood. Het is een ontzettend macaber en duister sprookje, maar wel één waarbij je continu het gevoel hebt van, oh, ik wil doorspelen. Hoe is dit gegaan? Hoe is dat gegaan? Het beste van deze game, dat zijn de verschillende gameplay elementen die aanwezig zijn. Je speelt dus eigenlijk iedere keer met een ander lid van de Finch-familie. En je weet dat ze uiteindelijk sterven, maar de grote vraag is hoe? Hoe sterft dit lid en hoe gaat dat nu weer gebeuren? En ja, je moet dus met een klein meisje spelen die besjes moet eten. Dat je iedere keer denkt van, ach kind, stop nou met eten. Dat is niet goed voor je. Je gaat eraan dood. Maar ja, je weet, je moet het eten, want anders kom je niet verder. En dan verandert dat meisje in een kat en je speelt in één keer met huisdieren. Je speelt met een baby in een badkuip. Dat je weet van, dit kan alleen maar fout aflopen. Je moet vliegeren richting de storm. Dat je weet van, oh shit, het gaat mis. Maar dat maakt het wel heel erg interessant.
En ieder verhaal is anders. En ook de artstijl is iedere keer weer anders. Dan is het een grafisch comicboekje wat je speelt. Dan is het een integratie tussen een puzzelplatformer en een 3D vishakmachine die je moet besturen. En juist doordat het iedere keer anders is, wordt deze game ook nooit saai. Wat heel leuk is, is dat je deze game aan het begin van de avond kan spelen en 's nachts ben je klaar en dan is het ook afgelopen. Dan heb je alles gespeeld. En ik hoop dat daar meer games van komen. Dus een videogame die niet alleen maar 20 uur aan gameplay bevat, maar ook die je gewoon, hè, van, jongens, prima, na 6, 7 uur ben je er klaar mee. Dan heb je in ieder geval het gevoel gehad dat je hem even achter elkaar hebt kunnen spelen, want je doet 's nachts toch niks. Ik hoef niet ellenlang achter elkaar te moeten spelen, 1000 upgrades moeten halen, weer mijn hele inventory vol willen hebben. Nee, een verhaal is voor mij prima. Dan wordt het steeds meer een soort filmische ervaring. En het enige wat ik aan het doen ben is sturen. En voor mij is dat prima en is dat goed genoeg. Dus What Remains of Edith Finch, absoluut een aanrader. Ben je nog niet overtuigd, bekijk dan mijn review. Maar ik moet er vast bij je vertellen dat ik toch, als ik daar achteraf een beetje naar terugkijk, dat ik misschien toch iets te veel heb weggegeven in deze video. Hij zit absoluut niet vol met spoilers. Niet voor mijn gevoel, want er is nog heel veel te vertellen. Maar het laat best wel wat zien. Op de tweede plaats is bij mij geëindigd. Eindelijk, het is weer terug. Resident Evil. Resident Evil, het is een game die ik vanaf jongs af aan al bewonder. En nu, als ik dan nu terugkijk naar deze game, dan denk ik van, dit is de beste Resident Evil game die ik me ooit had kunnen wensen. Resident Evil 7 vertelt het verhaal over Ethan die op zoek is naar zijn vrouw. En zijn vrouw die is ergens in een huis met hillybillies. Nou, en je wordt compleet gek als je eenmaal in dat huis belandt. En het wordt steeds gekker. Je wordt vastgebonden, je moet zien te ontsnappen. Het is eigenlijk een soort escape room, the game. Je wil deze personages wil je gewoon niet in het echte leven tegenkomen, maar je weet gewoon, omdat ze zo authentiek en echt aanvoelen, dat ergens in een moeras, ergens in Amerika, deze fucked up mensen leven. Het gevoel dat ze ieder moment even een stukje van je vlees eraf kunnen halen en daar eens even lekker op gaan zitten sabbelen en kauwen, terwijl jij daar vastgebonden in die stoel erbij zit. Dat vind ik zo goed van deze Resident Evil, is dat het dat je niet gedreven wordt door het schieten van zombies die je moet neerknallen. Nee, eigenlijk heb je heel lang in deze game heb je geen gun. Heerlijk! Ga daarmee door! Gewoon het gevoel dat je echt moet ontsnappen uit een huis. Ik heb nog niet eerder dat op zo'n manier ervaren. Alsof je echt in een soort escape room zit. Waarbij je ieder klein puzzeltje moet oplossen om verder te komen. Dat maakt Resident Evil zo goed. En ik ben blij dat deze franchise weer terug is van weg geweest. Want er zijn een aantal Resident Evil games. Zeker 5 en 6 die niet zo goed waren. Waarbij je het gevoel had van, jongens, jullie zijn nu echt verkeerd bezig. Jullie weten het niet meer. Maar Resident Evil, kijk naar het logo. Het straalt al een reboot uit. Het is weer terug. En ik kan niet wachten totdat we een Resident Evil 8 krijgen. Ook de DLC is echt een aanrader. Op dit moment ook in de PlayStation Store kan je een bundel halen voor Resident Evil 7. Heb je deze game nog niet, hou je van een beetje horror, maar hou je ook van een donker verhaal, want ook hier draait het weer om het verhaal. Het draait niet om de game, maar het draait om het verhaal. En dat heeft dan toevallig hele goede gameplay elementen. Haal dan deze game in huis, want deze mag echt niet ontbreken aan je lijst. En op de eerste plaats, Horizon Zero Dawn. Hier is al mijn tijd heen gegaan. Als ik geen tijd had voor andere games, dan komt dat door deze game. Ik denk dat ik hier meer dan 60 uur in heb zitten. En ik heb hem volledig uitgespeeld. 99%. Ik mis nog één missiedingetje, zodat je zo'n diamond, hoe dat ook krijgt bij je achievements, zo'n ding. Ja, ik wilde ook alles spelen. Ik wilde alles helemaal uitspelen. En ik heb het ook heerlijk gewoon samen met mijn vriendin op de bank kunnen spelen. De allereerste game op de PlayStation. En ik heb daar met volle teugen van genoten. De wereld, hoe het eruit ziet. Het gewoon dat je ziet van, oké, shit, dit kan je met een PlayStation. En het komt helemaal tot zijn recht op de 4K-televisie. Ik heb echt het gevoel, ja, dan denk je van, Vincent, oh, je overdrijft een beetje. Nee, maar ik heb echt het gevoel alsof ik in die wereld beland was. In die wereld waarin je tegen robotdinosaurussen moet gaan vechten. Waarbij je ieder
Iedere keer als je zo'n Velociraptor-achtige dino uit de bosjes ziet springen, die Jurassic Park muziek op de achtergrond hoort en zoiets hebt van, ja, dit is het! In Horizon Zero Dawn spelen we met Aloy. En met haar kunnen we dus als kind spelen, maar ook als volwassen spelen. En ze wordt gewoon gedreven door een zoektocht. Wie is zij en waar komt ze vandaan? En we mogen dus met haar mee op die ontdekkingsreis. En dat is ontzettend interessant. We verkennen door haar ogen een ogenschijnlijke, primitieve omgeving. Maar die is ontstaan vanuit de resten van een ontzettend hoog ontwikkelde civilisatie. En waarom bestaat die futuristische omgeving niet meer? Ze vindt een soort Bluetooth device, lijkt het wel. Die steekt ze in de oren. En daarmee ziet ze andere aspecten van de wereld. Ze ziet zwakheden van de robotten die in die wereld aanwezig zijn. En dat is heel erg gaaf. Dus het is heel erg primitief met ontzettend veel science fiction-achtige elementen. En iedere keer verbaast het me weer van, oh shit, dat ziet er vet uit. Oh, maar je kijkt hoe dat eruit ziet. En waarom is deze game niet gewoon de beste Game of the Year geworden tijdens de Video Game Awards? Waarom heeft deze game geen titel gekregen? Jullie krijgen hem van mij. En die award krijgen jullie ook nog van mij. Wat mij betreft is het gewoon verplichte kost voor de Nederlandse gamer. Het zijn Nederlanders. De hoofdmoot die aan deze game heeft gezeten, dat zijn Nederlanders. We kunnen het zien. Je kan er in een boot langs varen aan de Herengracht in Amsterdam. Guerrilla Games. Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, ik weet het. Misschien een beetje nationalistisch, maar het mag toch af en toe wel een beetje. Mag toch eventjes onze eigen games prijzen. Iedere omgeving waar ik terecht kwam, dat was gewoon een avontuur om het te ontdekken. Ik heb niet één moment gehad dat ik dacht van, nou is het saai, nou is het boring, nou ben ik er klaar mee. Nee, het is continu dat, oh, dat wauw. Ik ben zelf helemaal niet iemand die gedreven wordt door het spelen van open world RPG's. Daar ben ik helemaal niet van. Nee, maar ik hou van het verhaal en ook dit. Het is gewoon een heerlijk verhaal. Het is een acceptabel verhaal en ik wil meer weten van Aloy. Ik wil meer met haar spelen. De DLC, ik baal dat deze game nu bij de vriendin van mijn broer ligt. Waarom heb ik het uitgeleend? Ik wil die DLC spelen. Ik wil ermee aan de slag. Nee, echt. Horizon Zero Dawn, heb je het nog niet in huis, ga het halen. Ook nu gewoon voor een koopje in de PlayStation Store. Volgens mij was het €30 wat ik laatst keek. Het is geen geld. Bedankt voor het kijken van deze Top 10 2017. Wil je de andere Top 10 2017's bekijken? Bekijk dan de volgende video's van Jim en Johan. En voor meer informatie ga je naar onze website www.gamergeeks.nl.